Soms, hè, vrienden, ja. Ja, soms. Ja, soms, dan gebeuren er dingen gewoon, weet je wel. En daar kun je gewoon niet bij, met je hoofd. Dan denk je bij jezelf, hè? Hè? Wat is hier aan de hand? Wat is er nou weer gebeurd? Ja, dan zit ik kranten lezen en denk ik, nou zeg. Daar in Rotterdam, heb je dat gelezen? Die rellen. Ik bedoel, wat is dat nou toch? Weet je, nou hou ik van de week zo'n verhaal over Feyenoord. Maar mooi, weet je wel, Feyenoord gevoel en alles en verbondenheid. En en de trouwe legioen. En dan zie je zo'n bericht. Rellen in Rotterdam. Het is toch duidelijk, beste vrienden. Dat zullen ze toch wel begrijpen. Dat als je een finale speelt, dat je dan een winnaar hebt en een verliezer. Dat je 50% kans hebt. Ja. Nou, en dan? Heb je, en dan verlies je. Nou ja, oké, dat kan gebeuren. Ja, en dan? En dan? Dan besluit je maar, dan ga je dan maar de stad in. En dan ga je maar de stad waar je dan zo trots op bent. Hè? Want dat zeg je altijd. Ben trots op Feyenoord, ben nog ook trots op Rotterdam. En dan ga je dus gewoon je eigen stad slopen. Dat ga je dan doen. Dan ga je er maar naartoe. Ga je een ruit in. Huppatee. Er stond een gozer. Heb je die gezien? Heb ik daar zitten kijken? Die pakt een verkeersbord. Zo. Die staat de hele tijd zo. Zo. Een verkeersbord. Uit de grond te rukken. Hoe ver ben je dan heen? Welke wereld leef je dan? Daar kan ik dus niet bij met mijn hoofd. En jullie ook niet waarschijnlijk. Dan denk je bij jezelf, hallo, wat is daar allemaal aan de hand? Hoe kan dat nou, vrienden? Ja. En als je dan zo verschrikkelijk teleurgesteld bent over het verlies. Ga dan gewoon naar huis. Of ga ergens heen. En zuip gewoon te veel dan. En of ga een potje zitten huilen, janken, grienen, zoek het uit. Of ga lekker naar huis toe en sla daar de hele boel in elkaar. En sloop je huis gewoon. Gooi alles tegen de muur. Maak alles kapot en sloop het en doe maar en ga je gang. Maar ga niet je eigen stad slopen. Ja, en nou moeten we wachten natuurlijk weer wat die rechters gaan doen. Maar pak die gast er nou eens aan. In de portemonnee. Maar dat niet alleen. Zet ze ook nou eens even lekker vast. Even geen taakstrafjes. Gewoon even aanpakken. Nou ja, en tot die tijd, vrienden, blijven wij, jullie en ik, in verwarring achter.